wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe Lego Harry Potter. Er is enorm veel gebeurd de afgelopen week. Ik ben namelijk een beetje in de veranderende kamersfeer weer eens een keer geweest. En ik had mijn computer verzet. Ik weet niet of het daardoor komt. Alleen ik had wat blue screen of death probleempjes met mijn computer. Hij liep constant vast. Ik kon niet meer opstarten. Ik heb dus Windows opnieuw moeten installeren. Ik heb bijna al mijn bestanden kunnen behouden, maar één bestand is helaas toch in de vernietiging gekomen. En dat was mijn save file van Lego Harry Potter. Ik was nog heel erg positief en ik dacht van, weet je wat, het geeft niet. Ik speel gewoon weer dat hele stuk tot aan waar we waren. Dat zou me misschien een dag en een nacht kosten. Nou, dan zou ik extra skills in de game krijgen. Ik was echt super positief erover, over het hele plan. Uiteindelijk bleef die vastlopen. Ook de oude Harry Potter game, zou maar zeggen, jaar 1 tot en met 4, bleef vastlopen bij het trollen level van de eerste dingen. Dus meteen in de eerste 10 minuten van de gameplay. En dat bleef maar gebeuren dat ik dacht van, deze game is niet voor mij gemaakt. Wat ik dus heb besloten te doen is de vorige serie te staken, de vorige game te staken. En we gaan door gewoon alsof er niks aan de hand is. We gaan heel jaar 4 overslaan en we gaan meteen starten met de nieuwe game, jaar 5 tot en met 7. We gaan een nieuw spel beginnen. Zijn we allemaal excited? Ik wel. Let's go. We gaan daar opslaan. Ik hoop dat deze makkelijker autosave heeft dan de vorige game en makkelijker controls. Hopelijk hebben ze geluisterd. De automatische opslagfunctie gebruikt nu spel 1. Hij is in het Nederlands trouwens, want ik kan me niet herinneren dat we de vorige game in het Nederlands hadden. Maar ik heb deze op Steam gekocht. Nou, om heel eerlijk te zijn, Rick van Serpent Gameplay heeft deze game voor mij gekocht, want Rick is een schatje. Nou, I'm excited. Zo begint natuurlijk deel 5 in de speeltuin, kind of. En Harry is a bit sad. En het schijnt ook een hele warme zomer te zijn. Natuurlijk, wat we hebben overgeslagen is deel 4. En in deel 4 wint Harry Potter natuurlijk het toverschottoernooi. En gaat Cedric helaas dood. En daar wordt Harry heel erg mee gepest. Door die stomme kut, Derek. Sla hem op zijn muil. Ja, baby's, ga maar weg. Nee, dat deed hij niet. Harry weet het niet. Nee, want wat zijn het? Oh, we mogen meteen spelen. U is een andere personage worden. Dat is anders, toch? Gebruik de U om Harry te selecteren. Gebruik als Harry magie om van de speelplaats te ontsnappen. Gebruik de H om te schieten. Oeh, dit ziet er al anders uit. En supercool. Hou de K ingedrukt om glimmende lege voorwerpen op te tillen. K en de H is dus... Oké, en de K? K is dan Wingardium Leviosa, I guess. Ja. K ingedrukt om glimmende lego dingen op te tillen. K en de H om te schieten. Oké, wat glimt hier allemaal. I have no idea. Dirk is nog steeds een beetje boos, want het regent en hij wordt nat. Dat zou ik ook heel erg vervelend vinden. Ziet het er anders uit? Het heeft niet helemaal 100%, maar Dirk kan aan een oranje superkracht handvaten trekken. Want Dirk is natuurlijk 10.000 keer sterker. Dus we gaan met de U naar Dirk. Hou de K ingedrukt naast het oranje handsvat. Is dit het oranje handsvat trouwens? De H? Of de K? Sorry. Hou de K ingedrukt naast het oranje handsvat om eraan te trekken. Hou de K ingedrukt. K. Oh, goed zo, Dirk. Zie je, je kan wel iets. Vernietig de kapotte auto om lege voorwerpen te krijgen. Kijk, zie je dat? Ze hebben naar me geluisterd. Ook al is deze game natuurlijk al heel lang geleden geproduceerd. Maar ze doen daadwerkelijk zeg wat je moet doen. Oh, wacht. Moet Dirk dat misschien toch doen? Want ik zie daar wel weer zo'n hendel. Oh ja, natuurlijk. Ah, dat moet Dirk doen. Dirkie. Kom op, you can do it, Dirk. Zie je? Dirk is vet useful in deze versie van het verhaal. Terug Harry worden. Oh, we kunnen een bruggetje maken. Wow. Oh, de magic. De magic ziet er beter uit. I must say. Ja, we hebben een bruggetje. Oh, dan moet ik weer Dirk worden. Dirk kan alleen die sterke shizzle doen. Kom er, Dirk. Om mee te maken. K. Oh, nee. Wow. Controls blijven lastig, want het zijn gewoon random letters. Het zijn geen logische dingen. Oké, komen nu al de dementors. Ik ben bang van de dementors. Wat moeten we doen? We moeten hier bovenop zien te kopen. Druk op de U om Harry te wisselen. Ja, dat is net zoals in de vorige game. Ja, oké. Ah, dat valt naar beneden. En dan kunnen we bouwen. Oh, dit is leuk. Ik vind hem leuk, jongens. Ik vind hem leuk. Tot nu toe. Disclaimertje. Zijn er nog meer dingen die ik moet hebben? Nee, ik denk het niet. Richt op de voorwerp gebruik de H. Ja, dat gedeelte wist ik wel. Maar ik moet dit gewoon op kunnen tillen nu, toch? Of heb ik nog niet alles? Ik heb nog niet alles. Oh nee, ligt daar nog hartstikke veel bovenop, joh. Oh, sorry, Dirk. Nee, niet slaan, Dirk. Het spijt me. Ja, je staat in de weg. Daarom raak ik je in je gezicht. Want ik heb dat ding nodig. Dank u wel. Oké, dan gaan we met de K. Dan kunnen we bouwen. I guess. Dit is genoeg hoor, om er bovenop te komen. Wat is springen? Want nu is de U. Eerst was de U springen. En nu is de J springen. Verwarrend. Maar vast wel aan te wennen. Het is niet voor niks veranderd. Oh nee, dan komen de dementors, denk ik. Oh, ken ik Expecto Patronum nog? Moet ik Expecto Patronum kunnen? Oh my god. Wat moet ik doen? Shit, wat moet ik doen? Waar is de K? Wat moet ik doen? Heb ik de goede spreuk wel? Wat is er? Dirkie. Harry, doe het. Oeh, look at my stack. Oh, we zitten al meteen bij het ministerie. Dirkie is helemaal lijp geworden. That was sad times. Voldy.
Nou, heb ik helemaal niet gezien hoe Voldemort natuurlijk in deel 4, jaar 4 van het Lego werd geportretteerd. Maar blijkbaar zo. Ah, Mad-Eye Moody. We worden opgehaald. Oh, this looks flawless. Awesome graphics. En dat is Tonks en dat is die... Oh, ik moet vliegen! Oh, ja! Oh, dit is tof! Dat is... Ik kan me niet... Ik moest in de vorige ook vliegen, hè? Maar dit is veel gaver. Dit is episch. Dit is leuk. Dit doet me weer een beetje denken aan de oude Harry Potter games. Hier ligt er gewoon een... En de muziek ook. Hier ligt gewoon een vrachtschip. Hoe heet het nou? Een vechtschip. Moet ik nog iets raken? Kan ik vechten? Moet ik vechten? Nee, ik moet gewoon de juiste puntjes halen. Ik zeg het je, de muziek blijft de beste van alle... Harry Potter films is de muziek toch wel een van de dingen. En toch bijna elke film weer een andere composer, hè? Maar ze mochten wel de dingetjes van elkaar gebruiken. Zoals Hedwig's theme natuurlijk. Maar toch heeft elke film wel weer zijn eigen theme eigenlijk. Of elk karakter heeft ook zijn eigen theme. Dat is niet oké. Ik kan me niet herinneren dat er iets fout ging. Heb ik het even gehaald? What is happening? Oh, we zijn buiten. Dit ziet er echt fucking nice uit. Oké, ik weet niet wat we moeten doen. Maar dat weet ik nooit. Dat is het hele idee van Lego. Dan moet je achter zien te komen. Nee, ik wil Harry zijn. Harry is een echte tovenaar. Ik ga eerst in het rond schieten, wat ik altijd doe. Je hebt Arthur Wimmel nodig om kapotte blauwe Lego voorwerpen te maken. Oké, wie is Arthur? Waar is Arthur? Arthur is binnen, toch? Hé, dat is een slotje. Je hebt Reducto nodig. Maar ik kan al die spreuken niet. Maar wie kan die spreuken wel? Meneer Chocolademan natuurlijk. Jij kan alles. Romeo kan zilveren Lego voorwerpen vernietigen door Reducto te gebruiken. Druk op H om te schieten. Wow. Bam. Dat is even reductoeren. Hoe switch ik van spreuk in deze? Of heeft iedereen zo zijn eigen spreuk? Ik wil Harry weer zijn. Harry heeft duidelijk, zie je, Wingardium Leviosa en Reparo in. Dat is een hamermoker ding. Waarvoor heb ik dit nodig? Oh, hier. Oh, er zit iemand. Dat is niet oké. Okay. Wie is dat? We moeten iemand bevrijden. Goed bezig. Oh, dat is één. Oh, we moeten er nog twee redden. Ah, daar waren die. Ik dacht al. Wat is dit? Oké, dan gaan we nu... Ach, ik weet niet wie die andere twee zijn. Ja, die met de paars haren Tonks. Dat is duidelijk. Oh, en blijkbaar moeten we met z'n allen dan dit ding doen. Oh, wacht. Kunnen we dat nu samen doen? Dan kunnen we die andere bevrijden. Maar moeten we meerdere tegelijk dit kunnen of zo? Dus we moeten nog iemand. Eerst moeten we nog iemand anders bevrijden. Maar die zit hierin vast. Of niet? Wat is dit? Moet die hierop? Oh nee, die moet daarop. Omhoog en omlaag. Oké, was dat iets goeds wat ik deed? Oh ja, we hebben nog iemand gered uit die boom. Oeh, muntjes, muntjes, muntjes. Het zijn er wel geen smackies, maar het zijn wel muntjes. We hebben nog iemand gered. Yippiedee. Kunnen we nu met z'n allen, zeg maar, nu dit doen, zodat we de laatste kunnen bevrijden? Dat is wel fucking teamwork. Ja. Dit is het nog niet helemaal, hè? Maar is dat Tonks wel? Of ligt Tonks nog ergens anders te spartelen? Ligt hier nog iemand in het water misschien? Oeh, this is fun. Nou, het is not fun. Wow, dat was leuk. Harry, wil jij ruilen? Kijken hoor. Deel 5 heeft wel echt rete goede muziek. Arthur Wemel. Is dat Arthur Wemel? Of kan ik alleen switchen tussen mij en Chocolademan? Ja. Als jullie afvragen waarom ik steeds Chocolademan zeg. Want mensen zeggen, doe niet zo racistisch. Maar dat bedoel ik niet zo. Maar dat is iets uit NL verschoven. Dat zit in mijn systeem. Ik bedoel dat natuurlijk hartstikke lief en positief. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? We zetten een karretje in elkaar. Ik vind deze game nu al 80.000 keer duidelijker dan de vorige. Ja, nog één onderdeel. Dat is het dakje erbovenop. Hey, Tonks, we hebben je bevrijd. Oh, nu kan je ons helpen met dit gedoe. Want dit lukt niet zomaar. Yay! En wie ben jij? Oh, het was Mad-Eye Moody die vast zat. Mad-Eye. Dwalig heeft zijn staf verloren. Zoek hem. Oké. Hier is zijn staf. Was dat nou zo moeilijk? Hier, Mad-Eye. Druk op Kana's Dwalig om hem zijn staf te geven. Yay! Gedaan. We zijn professioneel bezig. Ik ben Mad-Eye Moody. Gaan we naar binnen? Maar moeten we daar naar boven, jongens? Komt u mee, volgt u mee. Laat me komen. Yay! En daar hebben we Grimmel Place. Ja, dat is nog eens fijn, hè, Harry. Dit hebben we nog vrij recent gezien, eigenlijk, in de laatste Harry Potter game. Hey! God, hoe kan ik zijn naam nou kwijt zijn? What the fuck? Oh ja, ze zijn natuurlijk flink in discussie en hebben ruzie over Harry's fate. En daar hebben we Hermeline en Ginny en de Wemels. En dat moet vader van Ron zijn. Ja, dat was niet oké. Okay. I know. Wel knap dat er al een foto van is. Ik heb te doen met Harry. Oh, we zijn al hier. Slaat dat spel eigenlijk nog op ook? Wanneer is er een opslagpunt? Ik weet het niet. We zijn er nu in ieder geval in het ministerie van Toverkunst. En Harry die moet natuurlijk naar zijn trial. Want hij heeft natuurlijk getoverd, terwijl hij helemaal niet mag. Maar dan waren het dementors. En wie heeft die dementors gestuurd? Ik weet het. Zou het heel erg van roze. De bitch. Vond je deze aflevering van Lego Harry Potter leuk? Nieuwe serie, nieuwe thumbnail, nieuw soort van design? Laat dan een duimpje omhoog achter. Laat een leuke reactie achter met wat jij van de game vindt tot nu toe. En waar jij het meest naar uitkijkt. En of jij hem al hebt gespeeld. Misschien heb je tips voor me. En dan zie ik jullie hopelijk volgende week weer terug bij een gloednieuwe Lego Harry Potter met Ivar.